Nou, Ouderwijk dus, een wijk met veel huurwoningen met relatief lage prijzen. Ja, veel. Niet alleen, maar wel veel. Nou, we zien daar de flats aan de Torbeckelaan die onderdeel maken van het plan. We staan hier vanmorgen in de wijk Kerkelande. Wat gaat daar zoal veranderen? Als het goed is gaat er een heleboel veranderen, zeker hier in de omgeving. We kijken nu op de parallelweg uit. Daar komen ongeveer 30 nieuwe woningen. Aan de andere kant van het stationsplein, aan de westkant, gaat het ROC een nieuw gebouw bouwen. En verderop, het oude Torbeckenlocatie van het ROC, daar wordt gesloopt. Ook de school De Rank die gaat daar weg. En appartementen die daar nu staan, die gaan verdwijnen. En daar komen woningen in de vrije sector. En dan zijn er woningen met een tuin, dus grondgebonden woningen. Ja, dus dan, dat betekent ook dat er een aantal woningen gaan verdwijnen. En hoe gaan jullie dat oplossen? Ja, dat klopt. Die mensen die daar nu wonen, die hebben allemaal een verhuisplan gekregen van Beter Wonen. Dus die kunnen dat in principe gaan die naar een andere locatie toe. Een van de opties is de nieuwbouw hier achter mij. Hè. Aan de Parallelweg daar komen 22 sociale woningen. Maar ook op andere plekken in Almelo krijgt men voorrang voor het krijgen van een nieuwe sociale woning. Dus ze komen nog niet op straat te staan? Nee, er komt niemand op straat te staan. Dat gaat niet gebeuren. Monique, jij bent vanmorgen meegelopen met de raad om eens te kijken hoe het is in de wijk De Kerkelande. Wat is je vooral opgevallen? Wat mij op dit moment vooral opvalt zijn de grote lege stukken. En naar het verhaal wat vanmorgen is gedaan, valt mij ook op welke kansen er eigenlijk zijn. Want als we hier kijken, daar komt dus iets nieuws van het ROC. Die hebben eigenlijk hele mooie plannen om de leerlingenkrimp bij te houden, zal ik maar zeggen. Dus die gaan hier nieuw bouwen, terwijl op een andere plek een deel van het ROC gaat verdwijnen. Hier komen ook op een ander veldje aan die kant nieuwe woningen. En ook de plek waar nu de Rank nog staat en dat oude pand ROC komen ook nieuwe woningen bij. Dus er is een heleboel gaande in deze wijk. Nu zie je dat nog niet zo, maar ik denk over een tijdje dat we een mooie nieuwe wandeling kunnen maken met de raad. Ja, ja en ik zag ook dat er een paar flatpanden, dat die afgebroken gaan worden. En waar gaan die bewoners naartoe? Ja, die twee grote flats aan de Torbeckelaan, de twee die niet gerenoveerd zijn, er staan er ook twee die wel gerenoveerd zijn, die gaan ook weg. Die plek is dan ook onderdeel van dat nieuwe plan waar woningen komen, waar dus nu het oude ROC en de Rank ook staan. Volgens mij zijn er 48 flats op dit moment en er wonen nog 33 gezinnen of personen. Dus 33 zijn er nog bewoond. En die worden dan uitgenodigd om aan de Bornebroekse straat, volgens mij, is ook een nieuwbouw van Beter Wonen. En hier in de wijk, en ook, volgens mij hebben ze ook nog een periode van een aantal jaren, om hier in de wijk ook weer nieuwe woningen te vinden. Dus ik denk ook wel dat die periode lang genoeg is om die mensen aan een nieuwe plek te komen.